In deze aflevering van Hardware voor TV, Intel's Ivy Bridge A high-end processors. Welkom bij Hardware voor TV. Intel introduceerde gisteren een nieuwe reeks high-end processors. De Ivy Bridge E-reeks als opvolger, eindelijk zou ik wel durven zeggen, van Sandy Bridge E. Want het huidige high-end platform bestaat toch al sinds eind 2011, bijna 2 jaar lang. En dat is nu dus eindelijk een opvolger voor. Ja, het is eigenlijk wel opvallend, hè? Want we zijn eigenlijk in de desktop en in de notebookwereld zijn we hard bezig om de Haswell processors te introduceren in allerlei verschillende smaakjes, allerlei systemen. Maar hier gaan we toch nog over een Ivy Bridge hebben. Ja, dat is inderdaad heel gek, want inderdaad in de normale desktopwereld, de notebookwereld zijn we dus eigenlijk al 2 stappen verder. Want dat high-end platform was dus nog op Sandy Bridge gebaseerd. En in de tussentijd hebben wij al Ivy Bridge en Haswell alweer gezien. Ja, het is eigenlijk een beetje te verklaren door het feit dat dit soort high-end chips zijn eigenlijk gewoon, ja, ik zou willen zeggen, vermomde serverchips. Dit zijn eigenlijk gewoon Xeons waar waar een core stickertje op is geplakt en wat dingen uitgetrokken, zoals de mogelijkheid om in systemen te draaien waar je 2 of meer processors combineert. En ja, voor die serverjongens hoeft het allemaal niet zo snel. Die hebben liever een stukje betrouwbaarheid. Die willen graag nog even extra getest hebben natuurlijk. Exact. Ik bedoel, een serverplatform valideren, dat duurt iets langer dan een paar weken. Maar ook... Nou, dat zal in ieder geval van desktops ook wel even duren. Dat is waar. Maar wat we ook natuurlijk niet moeten vergeten, is dat in de servermarkt heeft Intel natuurlijk eigenlijk helemaal geen noemenswaardige concurrentie meer. In de desktop en de laptopmarkt, zeker in het budgetsegment, speelt AMD nog wel een klein rolletje mee en is er natuurlijk ook wel concurrentie van onderop van de ARM-jongens. Maar als jij een krachtige server wil, nou, in die markt is AMD eigenlijk al grotendeels uitgespeeld en kun je nu kiezen tussen Intel, ja, dan is er niet zo heel veel reden meer om ieder jaar al die serverfabrikanten te gaan dwingen om weer een compleet nieuwe line-up te gaan valideren en allemaal nieuwe apparaten te gaan testen of te gaan verkopen. Als het huidige aanbod eigenlijk nog gewoon prima voldoet. Ja, kijk, als je naar deze processor kijkt, die kan dus ook weer op het bestaande platform worden gebruikt, de X79 chipset. Ja, het is wat dat betreft, als je de Ivy Bridge E vergelijkt met Sandy Bridge E, het ziet er hetzelfde uit, want het is dezelfde socket 2011. Inderdaad, een drop-in replacement. Ieder bord waar een Sandy Bridge E in past, past ook een Ivy Bridge E in. Moet wel even een nieuw BIOS in. Exact, er moet een nieuwe BIOS in. Maar voor eigenlijk alle X79 borden is die nieuwe BIOS er inmiddels. Want het is een paar dingetjes code veranderen wat Intel kan en klaar bij de moederbordfabrikanten inlevert. En kijken we naar de processor, dan moeten we eigenlijk weer even naar dat hele TikTok verhaal van Intel terug. Haswell wisten we natuurlijk van, dat was zo'n stap waarbij de architectuur wordt aangepast. Ivy Bridge, de stap die dus vorig jaar voor de standaardprocessors werd gemaakt en nu voor deze jongens, was een stap naar kleinere transistors van 32 naar 22 nanometer. En dat is ook eigenlijk direct het belangrijkste verschil tussen Sandy Bridge E en Ivy Bridge E. Kleinere transistors, daardoor is die chip kleiner en ook goedkoper om te maken. Is die ook zuiniger, dat gaan we verderop zien. En qua functionaliteit is er niet heel veel veranderd. Er zitten wel een paar kleine dingetjes in als... De geïntegreerde PCI Express controller is nu echt officieel PCI Express 3.0. Er zit een random number generator in die handig is voor het security algoritmes. Kleine dingetjes eigenlijk. Ja, maar buiten dat is het eigenlijk gewoon een klein stapje vooruit. En ook qua klokfrequenties een klein stapje vooruit. Ja, en dat zie je hier ook wel een beetje. Hier heb je een aantal modellen naast elkaar gezet. Zowel nieuwe Haswell processors als deze nieuwe Ivy Bridge E. Ja, want de Ivy Bridge E komt in 3 modellen. En we hebben inderdaad even de snelste Haswell, de 4770K. Erbij gezet en dat is voornamelijk omdat het vergelijk met eigenlijk de instap Ivy Bridge E interessant is. De 4820K, dat is de enige quad-core processor in de Ivy Bridge E-reeks. Die is qua klokfrequentie ietsje hoger dan de 4770K. Qua prijs ietsje lager, eigenlijk vrijwel hetzelfde. Dit is de zogenaamde 1K unit prijs, dus het is waar de Intel distributeurs het voor inkopen. Nou, $317 kost een 4770K. En $310 kost zo'n 4820K. Nou, het is niet helemaal een 1-op-1 op vergelijking natuurlijk. Hè. Kijk, die processors die hebben dan ongeveer dezelfde prijs. Maar een X79 chipsetbord is over het algemeen toch wel wat duurder. Exact. De Ivy Bridge heeft natuurlijk als voordeel quad-channel geheugen. Dat hebben al die high-end processors waar de 4770K dual-channel heeft. Van de andere kant heeft de 4770K is die volgende generatie al Haswell. En heeft dus intern heel veel optimalisaties en ja, zoals we verder ook zullen zien, blijkt die dan ook de snellere van de twee.
De bovenste twee, dat is natuurlijk waar het eigenlijk het meest om gaat. Dat zijn de 6-core processors. 4960X is het nieuwe topmodel. Een 6-core chip, standaard 3,6 GHz, een turbo van 4 GHz. Ook quad-channel geheugen. Is eigenlijk zoals altijd bij Intel snelste processors, kost richting de $1000. Dus in de winkel in Nederland ook richting de €1000. De prijskaartje kan altijd gewoon hetzelfde blijven. Je kan gewoon iedere keer het product vervangen. Exact. Gewoon, inderdaad. Andere dingen in hetzelfde schap neerleggen en de naam aanpassen. Maar het is inmiddels gewoon bijna een wet dat Intels duurste processor kost een kleine €1000. En een stapje daaronder, de 4930K, ook nog altijd duur, maar wel ongeveer de helft, heeft die inkoopprijs van $555. Is ook een 6-core op standaard 3,4 GHz, 3,9 GHz turbo. En wat we er wel even nog bij moeten zeggen, al die Ivy Bridge E-processors zijn multiplier unlocked. Dus niet alleen het topmodel, de 4960X, maar ook die 4930K. En ook die quad-core 4820K, dat is ook nieuw deze generatie. Dus qua multiplier kun je wat dat betreft als overklokker helemaal gaan uitleven. Ja, wat op zich ook wel nieuw is dat dit eigenlijk geen 8-core chips meer zijn. Het zijn nu echt de 6-core chips geworden. Ja, dat was inderdaad bij de vorige generatie wel anders. Want toen waren de Xeons waar deze van afstammen, dat waren inwendig eigenlijk allemaal 8-cores. En wat Intel voor de Core i7's deed, was gewoon 2-cores uitschakelen. En tada, er is een 6-core chip. En ik heb het altijd jammer gevonden dat er geen echte 8-core Core i7 op de markt kwam. Maar ja, misschien ook wel te verklaren door het feit dat Intel natuurlijk liever niet heeft dat de markt waar ze nu dure Xeons verkopen om in luxe workstations te zetten, dat die allemaal naar in ieder geval relatief goedkopere Core i7's zouden gaan. Nu bij Ivy Bridge E bestaan er eigenlijk 3 chips. En er staat een echte 6-core chip en daar zijn deze jongens ook op gebaseerd. En er zijn daarnaast ook echte 10-core en 12-core chips. Nou, die komen we opnieuw alleen maar in de Xeon-wereld tegen. In de desktopwereld blijft het gewoon weer beperkt, laten we zomaar zeggen, tot 6-cores. Opvallend eigenlijk dat er geen echte 8-core chip is. Nee, die is er niet. Dus in de Xeon-wereld komen er wel 8-core modellen, maar dat zijn er weer 10-cores met 2-cores uitgeschakeld. Ja, daar zal Intel toch gewoon over nagedacht van kijken van waar liggen de behoeftes, waar liggen de wensen en hoe kunnen we eigenlijk op een zo efficiënt en ook wel goedkoop mogelijke manier al die verschillende behoeftes van de juiste chips voorzien. Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk wel op een gegeven moment van hoe presteert dit? Ja, en daar hebben we uitgebreid naar gekeken. In de review die gisteren online is gegaan staan heel veel benchmarks. Maar als we er één uitpakken, kunnen we eigenlijk het complete verhaal samenvatten. Want het is ietsje sneller dan de vorige generatie, maar het valt eigenlijk wel mee. Als we bijvoorbeeld kijken, 4960X en de 4970X, dus zeg maar het voormalig topmodel en het nieuwe topmodel. In Cinebench 11.5 is dat 10,82 punten en 11,07 punten. Dat is gewoon geen mega verschil. Ja, kijk, en als ik naar de onderkant kijk, dat vind ik eigenlijk zelf nog het meest interessante. Kijk, als je kijkt naar die 3820, dat is dat vorige model eigenlijk. Ja. Die is ietsje langzamer dan het nieuwe model. Maar die 4770K... Die blijft gewoon de snellere. Ja. En dan kun je nog zeggen, de 4820 en 3820 hebben natuurlijk quad-channel geheugen. En in een enkele benchmark zie je daar ook wel profijt van. Onze hele set was de WinRAR benchmark, waarvan je echt zag die profiteert van quad-channel geheugen. Maar heel eerlijk, de meeste consumententoepassingen, of het nou dingen zijn als 3D gaming of videobewerking of noem het maar op, profiteert niet zozeer van quad-channel geheugen, maar profiteert wel van alle vernieuwingen die Intel in de Haswell-architectuur heeft gezet. En daardoor zien we dus dat eigenlijk op vrijwel alle benchmarks die 4770K simpelweg sneller is dan een 4820K. Nou, jij zei al, een Z87-platform is ook nog eens in de regel wat goedkoper dan een X79-platform. Heeft trouwens ook nog wel wat voordelen, want dat platform is ook nieuwer. Dus er zit meer USB 3 in, meer SATA 600. Dus dat zijn ook nog eens wat voordelen. Dus als we naar de prestaties kijken, in het high-end segment mogen we eigenlijk concluderen van de snelste processors zijn nog ietsje sneller geworden. Maar heel spannend is het niet. Maar goed, het blijft wel het snelste. Als je zo snel mogelijk wil gaan video bewerken of dat soort zaken, dan moet je hiervoor kiezen. Het is eigenlijk gewoon heel eenvoudig. Kijk, als je zegt van ik wil gewoon een basissysteem wat goed presteert, dan kom je eigenlijk bij Haswell. Ja. Dan zeg je van ik wil echt gewoon de allerbeste prestaties, gewoon het snelste van het snelste. En ik heb ook het geld ervoor over, dan kom je hieruit. Maar dan moet je ook een 6-core chip kiezen en geen quad-core. Wat wel echt significant veranderd is, is het stroomverbruik. En dat komt natuurlijk voornamelijk door die overstap van 32 naar 22 nanometer transistors. Bekend verhaal, hoe kleiner de transistors, hoe minder stroom ze kunnen verbruiken, voltages kunnen wat omlaag, noem het allemaal op.
En dat zien we flink terug, want als we kijken naar het maximale stroomverbruik tijdens Cinebench 11.5, en dan moeten we bij zeggen dat is eigenlijk vrijwel constant tijdens die benchmark, dan was dat voor het hele testplatform, wat uiteraard bij de test hetzelfde is gebleven, was dat bij de 3970X, dus bij de vorige generatie, 216 watt. En bij de nieuwe generatie, bij de 4960X, is het 176 watt. Ja, daar is dus gewoon 40 watt vanaf gegaan. En dat is wel aardig wat. Ja, dat is het zeker. Op zich, heel eenvoudig, de huidige Centibridge E, ja, dat is eigenlijk niet interessant meer. Als je echt snel wil, Ivy Bridge E, ja. En anders toch Hassel. En anders toch Hassel, want zeker ook qua stroomverbruik, toch ook nog eens, die Hassel-architectuur is natuurlijk ook 22 nanometer, maar is ook nog veel meer getuned. En dat zien we ook als we naar die quad-cores kijken. Ook daar zien we 4820 is wel een stuk zuiniger dan de 3820, maar komt niet in de buurt van het verbruik van een 4770K. Ten slotte nog heel even overklokken. We zijn met het topmodel 4960X aan de slag gegaan in combinatie met waterkoeling. En NZXT Kraken set hebben we gepakt die bij onze waterkoelset er als beste uitkwam, qua koeling althans. En wij konden hem verhogen tot 4,5 GHz. 4,6 GHz konden we wel mee opstarten, maar hoe hoog we het voltage ook instelden, daar konden we geen stabiel benchmarks op draaien. Dat zal uiteraard met extremere koeling zal dat wel kunnen en beter uitgezochte chips ook. 4,5 GHz, het is niet heel veel, het is ook niet heel weinig, het is een leuk overklokresultaat. Maar het is niet dat Ivy Bridge E hiermee veel beter overklokt dan Sandy Bridge E. Nou, in ieder geval, we hebben weer wat kiezen. En een uitgebreide review van de processor is dus zoals gezegd terug te lezen op Hardware Info. Dit was Hardware Info TV voor vandaag. Reacties zijn altijd welkom, plaatsen of op YouTube of direct op de site. En wij zijn er vrijdag weer. Tot dan. FCOM, dat is nu met DAB Plus wel beter. Ja, zeker de hoofdzenders, want je ziet dat veel van die kanalen die nu zijn, die hebben dus verplicht twee zenders. En dan zie je dat ze voor een hoofdkanaal over het algemeen wat meer bandbreedte reserveren als voor het tweede kanaal. Ja. En zeker als ze 80 kilobit bijvoorbeeld gebruiken voor het hoofdkanaal, klinkt het eigenlijk gewoon, ja, wel zeiden, het is niet echt CD-kwaliteit, maar het komt dicht in de buurt. Ja.